Op vroegere types tanks waren de vuurmonden gemonteerd in de romp en men moest de tank bewegen om de vuurmond te richten. In het gevecht was dit niet doeltreffend, zodat in latere types de zware vuurmonden op een draaibare toren werden geplaatst, welke een volledige omdraaiing van 360 graden kon maken, onafhankelijk van de tank zelf. Deze zware toren wordt bewogen door een hydraulisch mechanisme gekend onder de naam van hydraulisch torenmechanisme in azimut. Door een eenvoudige beweging van een controlegreep zal dit mechanisme de toren snel in iedere richting doen draaien, hem stoppen op gelijk welk punt, of gemakkelijk en nauwkeurig een doel volgen. Gezien de krachtbron op enkele eenvoudige hydraulische principes steunt, is ons eerste werk u een gedachte geven van deze principes. Een van de eerste principes is dat vloeistof, in dit geval olie, onsamendrukbaar is. Kijk eens hier. Indien we de zuiger aan het ene uiteinde van deze cilinder bewegen, zal de zuiger aan het andere uiteinde zich over dezelfde afstand verplaatsen. Een ander principe is dat de kracht kan opgedreven worden. Om verder te gaan nu met de demonstratie, indien we twee cilinders van verschillende afmetingen gebruiken, zal het gewicht van 1 pond op een zuiger met een oppervlakte van een vierkante duim overeenstemmen met het gewicht van 3 pond op een zuiger met een oppervlakte van 3 vierkante duim. Nu, wanneer men de kleine zuiger naar beneden drukt, zal de grote zuiger stijgen met een snelheid gelijk aan een derde van de kleine zuiger. Dit zijn de grondbeginselen van het hydraulisch torenmechanisme. De voornaamste bestanddelen van dit mechanisme zijn de elektrische motor, met pomp, met veranderlijke verplaatsing, het ingebouwd controlemechanisme. De gewone tangen dienen om iets vast te houden, dunne materiëlen te plooien en draden door te knippen. Tangen zijn universeel gebruikte werktuigen. Zij worden door alle mechaniekers gebruikt en meestal ook slecht gebruikt. Ze kunnen aangewend worden voor bepaalde werken, maar mogen niet beschouwd worden als goed voor alles. Wanneer ze door een krachtige maar onervaren hand gebruikt worden, verrichten ze dikwijls meer kwaad dan goed. Van een ander stuk gereedschap. Dikwijls gebruiken mechaniekers een tang daar waar een sleutel bij te pas moet komen. Nu we enige misbruiken van de tangen gezien hebben, laten we vlug het goed gebruik der verschillende soorten tangen in beschouwing nemen. Bijvoorbeeld de elektriekerstang. Zij verzamelt in één enkel werktuig al deze die dienen om de elektrische kabels over te snijden, te plooien en te wringen. Deze draadaankoppeling toont u de waarde van de elektriekerstang. De schuinsnijdende tang wordt door de elektriekers gebruikt voor het aankoppelen van borden en schakelaars en werken in die aard. Men kan er draden mee oversnijden op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn. Het spreekt vanzelf dat het de snijden materiëlen minder hard moeten zijn dan de tang om het beschadigen der snijdende zijde te voorkomen. Let op de greep van de evenwijdige tang. De tangen met lange en dikke bekken worden gebruikt voor het houden van stukken met handvatten waar een vaste greep nodig is en wanneer men diepe sporen moet vermijden.
De zijdelingse draadsnijder is een particulariteit van deze tak.